Op vraag van de onderzoeksrechter en het parket te Antwerpen verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Op maandag 9 januari 2023, omstreeks 18:20, kwam in Merksem, een district van Antwerpen, een 11-jarig meisje om het leven en raakte 3 andere personen gewond in een woning in de Nieuwdreef. Om 17:16 slaat een man de Houthulststraat in. Enkele minuten later, om 17:20, wordt hij samen met een andere man gezien. De eerste man lijkt een richting aan te wijzen aan de tweede man. Om 18:12 verschijnt een grijze Peugeot 308 in beeld en rijdt een steegje in. Om 18:16 verlaat de eerste man te voet het steegje en wandelt hij de Vuurkruiselaan in de richting van de Nieuwdreef. Hij wordt gevolgd door de tweede persoon die zich verplaatst op een elektrische step waaraan het stuur een tas hangt. Om 18:20 werd in de Nieuwdreef de garage van een huis beschoten waarbij een 11-jarig meisje om het leven kwam en 3 andere mensen gewond raakten. Om 18:22 keert de man op de step terug en rijdt hij het steegje in. Een minuut later wandelt ook de eerste man het steegje in. Om 18:24 verlaat de grijze Peugeot het steegje en rijdt weg richting de Laarse baan. De eerste man is vermoedelijk tussen 20 en 30 jaar oud. Hij is normaal gebouwd en heeft donker haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een lange, lichtkleurige jas met kap, een donkere broek en lichte schoenen. Hij rookte. De tweede man is ook normaal gebouwd en heeft donker haar. Hij droeg een lange, lichtkleurige tonsjas met kap, een lichte broek en donkere schoenen. Hij verplaatste zich met een donkere elektrische step met een witte zak aan het stuur. De auto is een grijze Peugeot 308 type 7. Het is een ouder model. De carrosserie boven het rechtervoorwiel is zwart. Herkent u deze personen of heeft u meer informatie over de wagen of deze feiten? Neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu.